En verkopen jullie ook bier? We hebben ook bier, ja. Wat voor bier? Op dit moment hebben we Jupiler en Hertog Jan. Oh, nou, laat die meneer van Alfa, de Alfa Brouwerij. Ja, we gaan eens even praten. Ja, je moet eerder de visie bier gaan verkopen. Ja, dus we gaan eens even kijken wat voor bier dat is. Kijkt u maar eens even mee, Alfa bier. Zo, Harry. Helemaal terug in Hallo. De roots, hè? Ja. Als klein kind heb zij de ketel zien van gemaakt. Ik heb hier vroeger dingen gezet, ja. Ieder brouwsel, dan moest ze vrije in de ketel. En dan moest ik hem uitkeren. Ja. En dat waren een aantal keren per dag. Harry Meens, eigenaar van Alfa Bierbrouwerij. Vroeger Meens Bier. Hè? Ik heb zijn bedrijf, die is eigenlijk nog een beetje jonger, overgenomen. Toen was het een heel klein brouwerijtje, 20 hectoliter. En jij maakt daar een florerend bedrijf van. Wie deed ze dat en wieso? Wat heb ze met bier? Ja, goed, we maakten vroeger dus, wie ik begon. En, binnen 20 jaar maakten we 20.000 hectoliter. Nu maken we er binnen 140.000. Ja. Dus dat is een aanmerkelijke stijging. In een stagnerende biermarkt hebben we dat toch gerealiseerd. Ja. Kijk, als zo'n product is beer, dan hoort passie bij. Ja, ja. Want er zien natuurlijk wel dat dingen die ze traditioneel moest blijven doen, wel ze zich kunnen onderscheiden. En een van de dingen is dat zijn eigen bronhub. En daar gaan we dadelijk even kijken. En dat had ze een hele eigen manier van de kwaliteit proeven. Ja. Van oudsher, vertel het eens. Ja, even. Mijn tante, die dronk het beer iedere morgen samen met mij. En dan preuten we het en dan zachten we, het brouwsel is goed of het brouwsel is niet goed. Heerlijk. Gelukkig worden de meeste keren wordt het goed, maar over een keer komt het weer. Dat was achter, we vingen het toch minder goed, verstoppen, het moet op een andere manier versneden worden. Oké, want dat is eigenlijk de grap, die. Het is niet één brouwsel, het zijn samenstellingen. Ja, het zijn te vermaken tot 50, 60 brouwsels per week. En die worden versneden in grote tanks. En in feite komt in één flesje bier, daar zitten 30 verschillende brouwsels versneden. Dus je krijgt immer een constant product. Dat is een stukje van het geheim van Alfa. Dat is de bron. De eigen bron, het unieke product, ja, waar Alfa zijn speciale smaak, ja, we zijn de mede door krijgt. Ja. Of nee? We zijn de enige broer die bronwater heeft. En zoals je kunt begrijpen is water heel belangrijk voor bier te maken. Er is natuurlijk heel weinig goed water nog in de wereld. Het wordt immer zeldzamer. En we hebben het geluk dat Vrie op een hele goede bron staan. Water wat uit de Eifel komt. 6000 jaar geleden door als er regenwater is gevallen. En totaal perfecte kwaliteit heeft om bier van te maken. Het bier dat verbroedert, ja, dat maakt de tongen los. Ja. Harry, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het ziet er mooi uit, zo'n biertje. Ja. Moet je zelf geen biertje? Ja, ik pak geen. Limburgs bier, is dat, ja, is dat nostalgie of is het ook nog handel? Nou, het is ook wel handel, maar ja, ook het is beide. Er zit passie in, gedrevenheid en smaak. Want van de Nederlandse bieren, hoeveel procent van de Nederlandse bieren, of is dat een gemene vraag? Hoeveel wij maken? Ja. 1,5%. Oh, dat is meer dan ik dacht. Nou goed, kleine brouwer. Tegenover die grote internationale concerns zijn we natuurlijk klein. Maar niet minder passioneel. Want hoeveel kleine brouwerijen zelfstandig zijn? Er zijn ook 4 kleine brouwers. Dat is Gulpenach, Lindeboom, Budel en Alfa. Maar zoals bijvoorbeeld zo'n brandbier. Dat was vroeger, ja, een gerespecteerd Limburgs bier. Ja. Ambachtelijk gemaakt. Helaas overgenomen door Heineken. Is het nu een ander biertje, denk jij? Nou, dat is in ieder geval niet meer die passie. En dat traditionele Limburgse gevoel bij. En wij als onafhankelijke brouwer, als familiebrouwer, 4e generatie. Ja, we hebben toch meer passie. We denken niet in kwartalen, in kwartaalbalansen. We denken in generaties. En dat is toch een verschil. Want jij bent de 4e generatie, hè? De 4e generatie. En heb je weer de 5e klaarstaan? De 5e is nog een beetje jong, 17, 15 en 11. En ik ben dan natuurlijk, voor mij was het een iets dwangmatigs eigenlijk, dat je die brouwerij moest gaan leiden. Maar ik wil dat bij mijn kinderen niet. Ik wil dat daar een vrijwillige keuze is. Want jouw vader had een gezin met 9 kinderen. Die waren uit een gezin met 9 kinderen, dus die heeft de brouwerij. Maar is dat een gevecht geweest om jou te laten landen? Of hoe? Nou ja, ik was enigst kind, dus hij heeft het beter geregeld. Ja. Ja. De bier aan zich, hè? Je merkt toch in cafés en zo dat er toch minder bier wordt gedronken. Dat het meer naar de wijn gaat. Is dat zo of is dat niet zo? Bier is een prachtig product. Bier verbindt. Bier maakt de tongen los. Eigenlijk is bier het product van de lage landen. En we vergeten dat soms wel eens. Daar kan wijn helemaal niet tegen op. Met alle respect, een goed glaasje wijn houd ik ook van.
Alleen... Maar als je het gezellig wil hebben, dan drink je een glas bier met vrienden. En ik denk dat we een keer moeten toosten. Nou, toost. Op de accijnzen dan maar. Nou, de accijnzen is een minder leuk verhaal. Ja, want ik begrijp dat Duitsland beschermt zijn bier en Frankrijk beschermt zijn wijnen. In Frankrijk is er slechts 5% accijns bijgekomen de laatste 5 jaar. Ja. En in Nederland 50%. In Nederland hebben we het bijna verdubbeld, verdrievoudigd in een paar jaar. 50%? Ja, ja. We zitten in Duitsland en Nederland heeft nu een verschil van 400%. In Nederland betalen we 4 keer zoveel accijns per krat bier als in Duitsland. Maar Wiegel is jullie voorman. Doet hij daar niks aan dan? Nou, ik denk dat de heer Wiegel heel veel moeite heeft gedaan om deze verkeerde beslissingen terug te draaien. Maar dat lukt niet altijd. Nou, we gaan hem zo kritisch ondervragen. Nou, daar moet u maar aan zoeken, maar dit is niet makkelijk. Maar zeg maar die accijns. Dus wat kost een flesje bier, een kratje bier? Wat scheelt nou, er zitten 4 euro accijns op. 4? 3,5 euro, 4 euro accijns op een krat bier. En in Duitsland zit er nog geen euro op. En in België 1,5 euro. Want jij zit en wij zitten in Limburg met een enorm buitenland. Dus daar heb je enorm veel last van. We denken in Den Haag denkt men dat men in een glazen stolp leeft. Terwijl we natuurlijk in feite een klein land zijn, zo groot als een postzegel. Ja, want jij zegt dat het MKB wordt veronachtzaamd. Ja, ik vind dat gewoon het MKB-bedrijf, dat waar de kurk op de Nederlandse economie op drijft, er wordt onvoldoende aandacht aan besteed. Specifiek voor de brouwerijen, maar ook voor de rest van het MKB-bedrijf. Jouw distributie, doe je dat zelf? Of hoe gaat dat? Wij hebben een 85% gewogen distributie in Nederland. Dus we leveren aan alle grote supermarkten, slijterijen enzovoort. En goed, dat ontwikkelt zich gestaag. En heb je ook tabbier? We hebben ook tabbier, ja. Daar zijn we een jaar of 5, 6 geleden mee begonnen. En dat ontwikkelt zich prima. Je hebt in Amsterdam heb je een experiment, hè? Ja, daar hebben we een bierfabriek. Is een experiment om bieren weer echt op de kaart te zetten. Alleen jouw merk? Ons merk en een eigen gebrouwen bier daar. En die formule, die gaan we ook binnenkort in Heerlen gaan we een zaak opstarten. Waar is dit in Amsterdam? In de Trokken. En prachtig, geweldig experiment. Ik was er gisteren heel, heel laat geworden. Maar het was supergezellig. En daar komt ook een vestiging in Heerlen en in Rotterdam. En ja, goed, daar zie je dat bier gewoon een prachtig product is. Iedereen drinkt bier, daar wordt geen wijn gedronken, nagenoeg geen wijn. Bier verbroedert. Bier is passie. Bier is geweldig. En dat is wat we weer terug moeten in de Lage Landen, is het de drank van de Lage Landen. Water is heel belangrijk voor bier uiteraard. Water is heel belangrijk, en dat halen jullie op een bijzondere manier boven water, hè? Dat komt 6000 jaar geleden als regenwater gevallen in de Eifel. En dat komt nu bij ons gelukkig naar boven. En dat gebruiken we rechtstreeks voor de bierketel. Daar maken we rechtstreeks bier van. Daar hoeft niks mee te gebeuren. Dat is perfect natuurlijk water. En we zijn daar de enige brouwer die bronwater gebruikt. Want hoeveel hectoliter maak je dan? We maken een kleine 140.000 hectoliter. En we kunnen, als we alle water, we hebben maar gelimiteerde hoeveelheid die we kunnen onttrekken, kunnen we naar een 180.000 hectoliter. Ja, en dan is het plafond. Dan stopt het. Met hoeveel mensen werk je? We werken met 35 mensen. En dat is echt een ambachtelijk vak? We hebben mensen die 30, 40 jaar bij ons zijn. En een echte familie. Echt een heel leuk team. Oké, toast op het Limburgse bier. En...